Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. We hebben te maken met eh, wolken over Nederland, maar ook nog met wat opklaringen. Echter de wolken ten zuidwesten van ons land komen onze kant op. En dat betekent dat het in de loop van de ochtend in het zuidwesten wat begint te regenen. En dat die neerslag zich daarna over de rest van het land uitbreidt. Voor vanmiddag, eh, dan wordt het in het zuiden langzaam weer wat droger. En dat zal aan het eind van de middag het geval zijn. En dan zijn de temperaturen daar opgelopen naar 12 of 13 graden. Terwijl het in het noordoosten slechts een graad of 7 wordt. Vanavond wint die zachtere lucht steeds meer terrein. En dan wordt het ook weer op steeds meer plaatsen droog, vooral in het midden en zuiden van het land. Het blijft wel aan de bewolkte kant. Morgen dan een dag met een beetje een tweedeling. In het westen is het regenachtig, in het oosten blijft het wat langer droog en schijnt ook nog wel van tijd tot tijd de zon. Temperaturen liggen hoog, 11 graden in het zuidwesten van het land en 14 of 15 zelfs in het oosten. Zondag eh, wat gematigdere temperaturen, 8 tot 10 graden dan. En het is dus wisselvallig met hetzelfde weertype maandag en dinsdag, wisselvallig weer dus en temperaturen dan van een graad of 9. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.